De samenleving verandert. De rol van de overheid verschuift van het Rijk naar de gemeente. Inwoners moeten en willen steeds meer zaken zelf oppakken. Maar wat betekent dit voor de rol van de professional? In 2016 startte JSO het programma Kwaliteit van de Samenleving om in proeftuinen te experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken en alternatieve wegen te ontdekken. Wij waren op alle mogelijke manieren gemeenten en uitvoeringsorganisaties aan het ondersteunen in onze opdrachten. En we merkten eigenlijk dat we een platform misten waarin we dat met elkaar ook echt konden samenbrengen. Waarin alles eigenlijk lokaler bij elkaar is gebracht. Waarin gemeenten een belangrijke rol natuurlijk hebben gekregen. Om hulp en zorg voor mensen die dat nodig hebben, passend ook daadwerkelijk dichtbij te organiseren. Ja, wij denken dat de mensen waar het over gaat, mensen die iets nodig hebben, een bepaalde hulp of zorg of ondersteuning of begeleiding, dat zij eigenlijk degene zijn die het beste kunnen aangeven wat daarin dan helpt. Dus jij brengt iets in waar Ankie het niet mee eens is. De Express is eigenlijk ontstaan na een onderzoek over nazorg. En we hebben toen de jongeren gevraagd van wat heb je nou gemist in de jeugdhulp? En eigenlijk wat heel veel van de jongeren zeiden, wat ik nou echt gemist heb in de jeugdhulp, is dat iemand die er was, die mij begreep. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. En dat is eigenlijk voor ons de aanleiding om te starten met de Express. Hoe kunnen we behandelen zonder tralies? Binnen het experiment Jouw Zorg, wat het bijzondere daaraan is, is dat als kinderen eenmaal achter gesloten deuren zitten, we maken van die crisis een kans om opnieuw te gaan kijken van wat heeft deze jongeren nou echt nodig? Wat zijn zijn vragen? En wie in zijn eigen netwerk is er om die jongeren te ondersteunen in plaats van daar allemaal professionals op te gaan zetten? Er komt een grote vergrijzing op ons af. En dan zie je dat mensen nu inderdaad ook altijd op hoge leeftijd thuis blijven wonen. En dan is het de vraag, ja, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat dat op een prettige en veilige manier kan gebeuren? Veranderen doe je niet achter een bureau. Wie echt iets wil bereiken, moet ideeën in de praktijk durven uitproberen. Samen met inwoners, patiënten en ervaringsdeskundigen aan de slag. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar biedt enorm veel kansen. Dan is het gewoon een extra uitdaging om goed voor jezelf op te komen, maar ook gewoon rustig te blijven of goed van mening te verschillen en vooral niet persoonlijk op te vatten. Ik merk dat eigenlijk heel veel professionals, al dan niet bijna allemaal, toch ook wel heel erg positief zijn en er ook wel in geloven dat het wel echt kan werken. Waarin een jongere die in zorg zit veel eerder luistert naar iemand die dezelfde ervaring heeft, die hetzelfde heeft meegemaakt dan een professional die er een beetje boven staat en eigenlijk vaak zegt met alle juiste bedoelingen, ik weet wat goed is voor jou. Dus als een hulpverlener ergens niet uitkomt of geen contact krijgt met een jongere, dat een Express ook iets kan betekenen voor de hulpverlener door samen in gesprek te gaan. Door bijvoorbeeld tips te geven. Wat we ermee willen bereiken is die ruimte creëren voor bestuurders, maar ook voor professionals. Maar juist ook voor inwoners om met elkaar te experimenteren met die nieuwe rol. En hoe werk je nou samen om uiteindelijk die hulp en die zorg die mensen nodig hebben beter aan te laten sluiten. En als je vooraf eigenlijk al bedenkt van nou dan doen we het zo en dan stellen we deze kaders en deze regels en zo maken we dan afspraken. Dat geeft eigenlijk al zo'n krapte als het ware. Waardoor je elkaar niet de gelegenheid geeft om gewoon te kijken hoe het uitpakt. Die overheid is van ons allemaal. En ik heb zelf ook een opdracht in deze samenleving. Ik ben niet alleen een consument, maar een mede-eigenaar. Dat is een andere relatie in plaats van dat je zo'n soort onder- of bovengeschikte relatie met elkaar hebt. Nee, we zijn van elkaar. Hoe kunnen we nou zorgen dat we op een andere manier met elkaar omgaan? Dat we op een andere manier met kennis, met informatie omgaan. Dat we meer verbindend leiderschap vertonen in de wereld. Dat is echt de manier waarop je naar de samenleving toe moet gaan. Outreachend. Niet meer van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen. En toch zijn er ruim 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Het programma Kwaliteit van de Samenleving nadert dan wel zijn einde. De op gang gebrachte beweging is nooit klaar. We spreken daarom niet meer over proeftuinen,
maar over de manier van werken. JSO blijft daarin adviseren en ondersteunen. Maar vooral ook aanjagen, kennis delen en inspireren. Dat is onze belofte. Aan de buitenwereld en vooral ook aan onszelf. Transformeren begint namelijk altijd bij jezelf. De beweging die we nu hebben kunnen creëren, dat gaat voor een heel groot deel door. En je ziet eigenlijk dat die olievlek aan het vergroten is. Ja, ik denk oprecht dat we elkaar moeten gunnen om te blijven experimenteren, om te blijven ontwikkelen. En telkens weer terug te gaan naar van doen we het goede en doen we het goed. Wat mijn oproep is aan alle deelnemers van de proeftuinen, maar ja, eigenlijk iedereen in het sociaal domein, om vooral door te gaan met experimenteren. En daarin steeds meer samen te gaan werken en steeds meer invloed van de inwoner ruimte te geven.